Hallo mensen, welkom op mijn YouTube kanaal. Ik ga vandaag spinazie met masala kip koken. Blijf kijken en laat me weten wat je van het gerecht vindt. Hij is al gewassen en nu gaat hij straks in de pan. Daarna gaat een beetje olie in. Knoflook en peper heb ik voorgesneden. Knoflook gaat er eerst in. Daarna gaat de pepers in. En dan gaat de spinazie niet in. Dit is voor ongeveer 21 mensen die dit gaat eten. Met liefde en gevoel. Dan ga je de resultaat zien. En er is. Beetje peper. En doorroeren. Gaat heel snel hoor. Straks gooi je de vocht van de spinazie gooi je gewoon weg. Dit is helemaal klaar. Hier ga ik kip in masala maken. Hij is al gewassen. Straks gaat hij in de pan. En snij je maar. Gaat olie in de pan, met gevoel, niet te veel, omdat de kip zelf ook olie uitgeeft. We voegen het eerst de uien toe. Even laten karamelliseren, niet te lang. De uien ruikt al ongelooflijk lekker. En daarna gaat de knoflook in. Daarna gaat de masala in, op gevoel. Ik heb ongeveer 2 kilo kip. 1 eetlepel vind ik meer dan genoeg. Dit even met de olie aanweken. Niet te lang, anders wordt je masala curry heel bitter. Op een zachte vuur. Even door elkaar mengen. En dan gaat de kip in. Even doorroeren. Mensen, weet je hoe lekker dit al niet ruikt? Zo. Twee bouillonblokjes. Een beetje Ajinomoto en zout op gevoel. En dit gaan we nu de aandacht, de tijd en de liefde geven. Dat is rustig laten garen. Mijn masala kip. Dit is al klaar. Zoals jullie zien, dit is al klaar. Spinazie met masala kip. En laat me weten wat je van het gerecht vindt. En als je mijn video leuk vindt en mijn kookprogramma, geef een like, subscribe, klik op het bel en laat een berichtje achter.